Het wordt een spannende week voor meteorologen, want we zien op weerkaarten temperaturen verschijnen die we eigenlijk nog nooit boven Nederland hebben gezien. Later deze week kan het ruim 38 graden worden en dat betekent dat een oud record misschien wel eens gaat sneuvelen. Laten we op kantoor eens even gaan kijken hoe de weerkaarten eruit zien en wat de kansen zijn dat dat record gebroken gaat worden. Met die zeer warme lucht die vanuit het zuiden komt, zullen er ongetwijfeld verschillende records gaan sneuvelen. Echt wel een paar belangrijke en opvallende records. Bijvoorbeeld de juli-temperatuur. Ooit werd het in juli 38,2 graden in Nederland. Dat was vorig jaar en ook in 2015 werd die waarde gemeten. Nou, dat record dat gaat er waarschijnlijk op donderdag wel aan. Als we naar De Bilt kijken, het hoofdstation van het KNMI, dan is daar ooit een temperatuur gemeten van 35,7 graden. En dat betekent dat het juli-record voor De Bilt sneuvelt, maar ook het all-time record voor De Bilt. Want sinds we zijn gestart met meten in De Bilt is het nog nooit warmer geweest dan 35,7 graden. En dan gaat misschien ook nog wel het belangrijkste warmterecord sneuvelen. Ooit werd er in Nederland een temperatuur van 38,6 graden gemeten. Dat was in Warnsveld in augustus 1944. Nou, die temperatuur, 38,6 graden, die gaat er misschien donderdag ook wel aan.